Welkom mensen bij een nieuwe aflevering. Ik ben hier met Biepster vandaag in deze Disneycraft aflevering. En het is een beetje een grauw beeld, hè Biep? Het is een beetje grauw. Ja, het is een beetje grauwtjes. Een beetje grijs. Het is een beetje grijs buiten. Een beetje somber. En ik ben gepland om naar een pretpark te gaan. En dan moet je... Nou ja, daar hoop je eigenlijk wel op gauw weer. Want er komt juist zo weinig mogelijk mensen. Maar Disneycraft blijft gelukkig wel mooi weer, toch? Ja, het zonnetje schijnt dat er in Disney kan. We gaan naar het intro. Okay, people, let's go to work. Nou, de vorige keer had ik gezegd omdat we een nieuwe achtbaan bouwen hierachter. Dus dat zie je precies achter dit thematisatiestukje. Ik kan geen controle meer doen, want mijn Optifine deed ineens niet vanochtend niet meer. We wou ook eigenlijk dit hele enge monster gaan invoegen in de ondergang. En dat betekent dat wij de ondergang wat gaan aanpassen. En ik dacht leuk om even... dit te filmen, want ja, de ondergang is natuurlijk wel een monument aan het worden, hè? Een klassiekertje. Ja, ik denk dat het wel in een museum past, denk je niet? Wel leuk zijn. Een soort van? Ja, zou inderdaad wel leuk mini. Zijn. Een mini. Mini, ja. Mini-museum. Mini-museum? De ondergang? Ik vind hem wel aardig groot. Nou, we gaan dus de zeemonster integreren, of ik weet niet of ik dat zo netjes zeg, in deze scène. Dus we gaan eerst deze scène sowieso groter maken. Dus we gaan het plafond verhogen. Dat is misschien leuk, zodat we meer dingen kunnen bouwen. Want de ondergang krijgt sowieso meer scènes erbij en grotere scènes, dat je meer dieptes krijgt. En dat is namelijk wel het geval bij de bekende attractie... jongens, help me mee. Hoe heet die nou? De wraak van Jafar, die heeft echt heel veel dieptes. Het is lekker rustig in, sir. Heerlijk. 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 Ella kakalele. Hoi, kakalele, kahali kakalele. Ik dacht echt dat een vriend van mij dat insprak. Ik laat jullie gewoon horen, mensen. Er is een geluidsfragment. Ik zoek het even op de mobiel. Dat moet je echt even meekrijgen, gewoon in deze aflevering. En toen ik het hoorde, dacht ik dat Dashley het was. Een vriend van mij, die ooit wel eens in Disneycraft heeft meegedaan. En dat bestand gaat als volgt. Wacht even. Dan moet ik hem wel goed afspelen. Nou, het hebben we gevraagd. Doe het Dashley eens. Even nog een keer dan. Ja, je hoort het bijna hetzelfde. Bijna hetzelfde. Ja. Hij heeft wel een keiharde echo erbij, maar echt, ik dacht van wauw. Hij zei ook van, what the fuck, heb ik dit ingesproken? Ik zeg, nou, volgens mij niet. Dus, nou, hij herkende het ook niet. Want echt, ik dacht van, is dit Dashley? Zo gek, joh. Nou, het is een beetje rustig op de server. Dat is natuurlijk, tijd voor school, hè. Het is de schooltijd. Ja. Nee, het lijkt me leuk om dit monster hier aan te vallen hier aan de kust. Hier bij... Zeker. Aan de zijkant misschien. Ik dacht dat hier wel een leuke... Dus dan gaan we dit huisje ga ik gewoon weghalen. Kapiteinshuisje. Dus ik ga kapitein Haak ga ik ook weghalen hier zo. Zo, dit huisje gaan we gewoon weghalen. En daar gaan we een soort van kust van maken. Ik denk is het leuker als wij niet een stuk strand gaan realiseren of zo. Ja. Hier aan de kust. Nou, dat we zo'n blauwe achtergrond doen met zo'n schip op de achtergrond. Dat je een beetje het idee hebt dat het wel een zee is hier. Een open zee. En dan dat we dan dat beest hier aan de voorkant van de kust bouwen, joh. Ik denk dat wel echt, daar heb ik wel zin in. Dan vergroten we het stuk hier gewoon. Meer richting de Rivercraft, zeg maar. Ja, inderdaad. Er komt een stuk opening. Dus ik ga dit huisje even... Wie wou dit weghalen? Iemand? Of laten jullie het monument aan mij, want het staat er ook echt verschrikkelijk lang dit. Het is echt old school wat te verwijderen nu, hè. Dat zijn oude blokken, hè. Nee, deze heb ik laatst nog gebouwd. Weet je dit? Oh, omdat we hebben geremaked natuurlijk. Tuurlijk. Hoi, je kan lely. Zo kan het ook, hè. Zo. Kijk. Je moet natuurlijk uitkijken, er is natuurlijk nog een scène hierachter. Maar die leek me ook leuk om te verbreden, dat we een beetje een wat grotere attractie krijgen. Dus ik ga eens even kijken, ik ga deze hoek er eens uitpakken zo. Wat minder hoekig en... Nou ja, het mag op zich een hoek, maar dan maken we gewoon wat bomen er tegenaan, dat het weer, maar dat het wat groter wordt. Ja. Dus dan krijgen we gewoon een stuk eraan. En misschien kunnen we dat met stonebrick en 89W1 uit mijn hoofd. Is ook wel leuk om te doen, dat... Nee, die ga ik er niet in doen. Ik doe alleen stone en stonebrick. Hoi, ik alleen. Ja, dat kan. En dan gewoon weer die slapjes daarbovenop, zeg maar. Ja, ik wil eerst nog even openhouden, want dan kunnen we namelijk zien wat we bouwen en zo. Dan is het lekker veel licht, anders is het zo donker binnen, hè. Okay. Dat ging ik eerst bij. Dat is ook een handige tip voor jullie, mensen. Biepster moest dit zeggen. Ja.
was allemaal ingepland. Ja, allemaal ingepland dit. Heel die aflevering is ingepland. Echt, hè? Mooie kalele. Diep in de zee. Kijk, we kunnen dit schuin maken. Misschien kunnen we het ook rechthoekig maken. Het beest komt er sowieso in. En misschien kunnen we wel een stuk hiervan afhalen. Want het is wel leuk dat je hier een wand hebt op zich. Dat maakt het ook wel dat er een attractie zit daar. En dan kunnen we wel een boom voor doen hier, hè? Hier kunnen we een boom voor doen. Dat kan wel, ja. Gewoon een grote boom halen. Een grote knoepert. Grote knoepert, hoor. Komt hier. Ja, ja. Zo. Ja, want we hebben knoepertshirts, hè? Ja. Misschien wel leuk om even te laten zien in de break. Ja, dames en heren, als je op mijn website bent, klik je gewoon eigenlijk op het tabbladje shop. En daarin mee kan je eigenlijk kijken naar een aantal t-shirts. Zowel, dit is pas een knoeper t-shirt. En die is ook in de aanbieding, de mannenshirt. En we hebben natuurlijk ook een vrouwelijk exemplaar. En we hebben nog vele andere shirts die je kan zoeken in de shop op mijn website. www.devista.nl/shop. Zo, welkom terug, mensen. De break. Dit was de break, de t-shirt break. Je kunt dus t-shirts halen van de knoepert. Er zijn nog niet echt DC-shirts. Dat komt omdat Disney natuurlijk een copyright is van Disney zelf. Dat is logisch. En nou, Supersnijtje laat weten dat hij school haat. Maar vergeet daarbij niet dat je daardoor wel wat slimmer weer wordt. Hè? Dat is belangrijk, toch? En geld verdienen? Ja, later geld verdienen natuurlijk. Heel veel kwants mee verdienen. Heel veel Disney-kwants kan je ermee verdienen, ja. Ik ga dit grote boompje ook weghalen, dat wij meer plek hebben hier. Zo. Dan kunnen wij dit ook uitbreiden. Hierachter zit volgens mij de... Oh, daar zit alweer wat anders, ja. Hierachter zit een klein strandje, zie je? Ja, ik haal even de bomen weg. Helemaal kaal. Ja, het strandje mag ook nog een keer geüpgraded worden. Kijk, dit, die hokjes en zo. Op de Disney-stijl, denk ik. Ja. Zo vierkant. Dat is goed. Vroeger wordt dit helemaal tof, joh. Ja, ik kan wel. Nu niet meer. Het is een beetje hoekig. Ja, dat wel, ja. Het is verjaard. Jammer dit. Verjaard. Behaard en verjaard. Ja. Kijk, we doen hier een... Zo. Hoppatee. Ik ga het nog wat hoger doen, hoor. Ging het in het echte leven ook maar zo. Hoppatee, een muurtje neerzetten. Echt, hè? Geen werknemers nodig, gewoon een hakbel. Hè? Echt, hè? Nou, daar sta je in het dorp. Wat zeg je? Hakken met zo'n, daar sta je in het dorp te hakken met zo'n hakbel tegen zo'n gebouw aan, weet je wel. Ja, leuk, hè? Allemaal van die mensen, wat ben jij nou aan het doen? Even kijken waar dat strand, past dat hier wel bij? Hier, bij het strand, bij de gevangenis. Ik weet niet of ik hem een beetje ga verplaatsen, denk ik. Dat hier gewoon bij het strand. Nice. Ja, nou, ik denk hier zo, bij dit grote stuk, dat we misschien kunnen bouwen hier. Dat je hier zo het gat maakt, dus dat lijkt me denk ik het beste. Dat natuurlijk dan een haventje is, hè, daar zo. Kijk, dat is een binnenhaven en daar is meer een gevangenisstel. Dus we kunnen dit wel vergroten dat gebied. Maar dan verplaats ik gewoon even deze grote vragen vriend. Verplaats ik gewoon even naar een ander stuk. En dan ga ik hem even roteren zo, let op. Hij is best wel groot. Irma heeft deze constructie monster gemaakt. Irma is heel erg goed met monsters. Dat komt dat ze zelf ook... klein monstertje. Klein monstertje, ja. Kleine drakenmonster natuurlijk. Klein duiveltje. Een duivelke. Een moeke. Ook Pieter. Oh. Hij past er ook net in, hè? Echt, hè? Ja. Die tentakels, precies. Precies. Wand dan. Ja, echt, hè? Oh, ik wil erin. Kunnen we die oude weghalen? Altijd leuk om te doen. Nou ja. En dan denk ik dat we ook... Kunnen we dit gewoon weghalen hier zo? Ja, leuk. Want vroeger werkten die ogen ook, hè? Die ogen kwamen naar voren. En met redstone blokken hadden we dan een lijntje gedaan onder de grond. Dat ging hier in de pier. Ja, klopt, ja. En daarom zag je zo'n raar uitsteeksel van grot zag je aan de buitenkant. Ja, ik weet niet. Het was gewoon zo altijd. Ik kan er niks aan doen. Dat ik kan gewoon. Nee, we willen gewoon de ondergang uitbreiden, omdat piratenthema wordt ook uitgebreid. Dus ik vind dat de ondergang gewoon een keile restyle moet krijgen, weet je wel. Helemaal vernieuwd. Quack. Ja, de ondergang verdient net zoveel ruimte als Jafar op zich.
Dat dacht ik ook. Oh, ik doe even wat slopen van de inktvis. Zo, hij is er niet meer. Hij is weer heel... Even mijn hekspel, mijn ex-spel. Ex-spellen. Kijk, je hebt natuurlijk op de achtergrond niet zoveel plek. Want hij moet natuurlijk ook groter, omdat zijn hoofd is te hoog. Dus dan gaan we gewoon deze scène wat uitbreiden, wat groter maken. Tar. Tar. We hebben weer gedronken, Pieter. Jar. Ja. Heb je weer wijn op? Jar. 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 Wat er weer wat door die friet heen, Pieter. Jar. Jar. Een monkey ook, patat. Chef patat. Kijk, maar dit vond ik ook niet zo mooi, die dirt hier. Het was wel leuk dat het een soort berg was, maar dat halen we weg. En dan haal ik dit ook gewoon even weg, zo. Zo, heb je niet gezien, hè, jongens? Nee. Nee, het was allemaal fictie. Pieter. Wat gebeurt hier? Het huisje was ook heel eentonig vroeger, weet je wel. Hij is wel leuker gemaakt nu, hoor. Ja, door Kenzo. Ja. Jij heeft Kenzo die gemaakt, dat huisje verder. Kenzo heeft hem gemaakt, ja. Weet je, echt waar? Ja. Nee, Kenzo heeft hem zeg maar ingericht en zo. Kenzo wou een try doen, zeg maar. Een try doen, ja. Ja. Kenzo is natuurlijk geen bouwer. Een poging jagen, ja. Nou, is hem niet gelukt? Nee. Oh. Nee, geintje. Oh. Kenzo, als je deze video ziet, we houden van je shot. Met één oog. Nee. Echt, hè? Knipoog. Arr. Knipoog. Jaar. Jaar, jaar. Hoor je, Kalele? God. Het gaat er niet altijd in mijn hoofd zitten, hè? Want één keer afspelen, ga ik weer. Ga ik weer toeslaan. Even kijken, hoor. Stone brick, zo. En dan gaan we deze aansluiten met de achterkant. Dat heb jij nog weer. Jaar. En goed weer. Vliegen. En dan gaan we hem hier plaatsen. Kom eens. Zo. Het is hem. Jaar, matey. Jaar. Oude vissen. We kunnen niet zien wat jullie doen, jongens. De kijkers gaan zich afvragen. Wat zijn we allemaal doen? Sorry, ik kan niet overal tegelijk zijn. We wouden gaan vissen. Zo, dan maak ik dit even gras. Zo. Kom. Zet gras. En dan zoeken we heel ugly dit. Zo'n grote muur. Maar dat wordt natuurlijk veel verbeterd. Zo, er wordt het een paar hoog. Oh, zo. Ja. Dan maken we hem hier vast, zo. En deze aan die. Leuk, hè, jongens? Het vliegt aan een eend. Och, eenden kunnen helemaal niet vliegen. Nee, stinky. Speciale vleugels hebben wij. Echt, hè? Hele lieve speciale vleugels. Dat viel mij op, bijvoorbeeld die hal in Finding Nemo in Disneyland Parijs. Die was ook echt ontzettend huge. Echt een hele grote hal was dat. Die Finding Nemo? Ja, okay. Finding Nemo attractie. Die achtbaan, de Crush Coaster, sorry. De Crush Coaster, ja. Ja, die was echt, die was echt huge. Echt een hele huge attractie was dat. Die wachtrij is ook zo mooi, hè, met die muziek. Ik vond die wachtrij echt wel meevallen, eigenlijk. Als ik een beetje mag zeuren. Ik heb hem zelf in de video gezien, maar... Heb je die afbeelding van die walrus gezien op de achtergrond? Zo op de muur geplakt. Dat is weer een hele grote poster. En had er zo een walrus. En die walrus zei van fijn reis, visjes of zo weet ik veel. Maar dat was echt. En dan die muziek daar op de achtergrond. Dat is prachtig. Ja. 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 God. Ja. Muziek. Van verhoogde Samson, hoor. Ja, die dat zo, als je zo praat als Samson. Zo hoog. Echt hoog, hoor. Je hebt zo'n mooie stem daarvoor, hè. Nou. Het is ook wel een beetje saai. Maar dit hoort ook bij Disneycraft, hè. Het is ook een beetje een taak van wat we allemaal doen in Disneycraft. Ik bedoel, attracties upgraden en... vernieuwingen ook, en dat vind ik eigenlijk wel heel belangrijk. Want ik vind het eigenlijk net zo belangrijk als in het echte leven, als je zeg maar gewoon, als je zeg maar, weet je dat? Ja, gewoon als je bijvoorbeeld attracties vernieuwt, zoals Droomvlucht, weet je wel, of Fata Morgana is pas vernieuwd in de Efteling, met nieuwe lichten en zo. Wij gaan nog niet echt lichten doen, maar wij hebben dan wel wat andere dingen.
Ik ga even dit helemaal volmaken, het water. Gaan we eventjes vol laten lopen met gras. Dat ik even een heel groot grasstuk heb. Moet ik even kijken dat ik het monster niet vernietigt. Zo. Kijk, dan gaan we eerst veranderen in stone. Waarom? Dan verdwijnen al die grasprietjes. Dat is makkelijk. En dan zeg ik gewoon grass. Oh, set grass. Huppakee. Nou, dan hebben we dat een stuk erbij gekregen. Dat is best wel een behoorlijk groot stuk, vind ik zelf. Als je het vergelijkt met de attractie, is het echt wel een stuk breder geworden. We kunnen die achterkant groter maken. We kunnen deze scène groter maken. En natuurlijk de inkvis scène, want je komt hier aangereden. Of aangevaren eigenlijk in de boten. En je ziet een grote monster. Dat is fantastisch. Ja, dat is geweldig. Dat is echt gewoon een beetje die decorzooi en zo. Decorzooi. Oké. Dat omschrijf ik toch heel mooi. Misschien leuk om dit helemaal een blauwe achtergrond te geven van de zee, weet je wel. Dus we maken dit light blue of cyan. We gaan even gewoon met elkaar beslissen. Als ik cyan doe, ziet het er zo uit. Wel een beetje die zeekleur. Weet je wel. Kijk. Maar je kan ook set light blue doen. Dan krijg je dit. Ik denk dat het nog beter uitziet, denk ik. Ja, ik denk dat ik de light blue ga doen. Light blue, light blue, light blue. Boezie, boezie, boe. Zo. En die kan doorlopen tot, even kijken, hier zo. Hoppakee. Gewoon een hele muur doen we hier, doen we daar. Het ziet er allemaal nog grof uit, maar dat gaat nog allemaal veranderen. Zo, doen we hem hier zo. Hop. Kijk, we hebben een beetje een flauw decor. En we zouden dus ook eventjes, voor het leuke, zou ik eigenlijk even dit onder het beest. Dus een blokje onder het beest, dat is volgens mij hier. Even set 0 doen. Ja. En dan gaan we daaronder doen we ook nog een paar set 0 blokjes. Want daar komt natuurlijk water. En dit moeten we helaas met de hand gaan verwijderen. Nou helaas. Het is wat minder werk natuurlijk. Maar het valt mee met heel veel werk. Het is gewoon hier omheen. En hier komt... Oh! Lek! Kijk, dat hele beest zit natuurlijk in een stuk gras. Want dat heb ik meegekopieerd. Dat is geen punt. Ik haal er gewoon tussen dat beest halen we het gewoon weg. Je kan ook gewoon op dirt selecteren, want het beest is niet gemaakt van dirt, dus dan gaat het makkelijker. Hoppakee. Dit gaat makkelijker. Dan met de hand. Zo. Nou, dat weten we dan ook weer. Nu kunnen we dus een laagje eronder maken. Dus ik zou dus dit even moeten afzetten met light blue. Zo. Zoek even light blue. Ja. Dan pakken wij die andere kant. Ik pak even mijn speed, zet ik even op 3. Zo, die pakken we ook weer. Kunnen we gelijk dat gat fixen, want blijkbaar is de overstroming weer gegaan. Zo. En hier pakken wij dus ook, want hier achter is natuurlijk water en zo. Dan zou je op de ondergrond gebruiken dan meestal het cyan. Dus dan gebruik ik wel het cyan. Dat is wel echt die water idee. Zo, dan sluit ik dit ook af met light blue. Voor de zekerheid dat we echt een bak met water kunnen vullen dadelijk. Zo. En hier zouden we dus water kunnen gooien nu. En dat ziet er dan als volgt uit. We doen dan fix water 20 of zo. En dan is de bak gevuld met water. Dus niet helemaal nog. Nu al. Het is echt een grote bak met water. We konden best wel beest nog eentje naar beneden doen, denk ik. Maar zo is het wel creepy hoor. En ik zou mezelf ook nog wel een beetje in het water kunnen bouwen. Hoor. Als ik nou zeg van... Ja, het is wel heel pittig onder water bouwen. Het is wel pettig. Maar je ziet schaduwen van het beest. Dus je zou alleen de voorkant kunnen doen. Dus je zou zeggen van, ik maak dit gewoon wat dikker. Je volgt gewoon het lijntje. Zo. En dan maak je hier nog een laagje onder. Zo. Sjouw en dan zie je sjouw het beest. Sjouw een beetje. Kijk, dit zie je toch niet van de achterkant. Het is een decor, hè? Dit gebouw gaan we ook al een klein beetje slopen tot we iets meer zien van zijn arm. Het ziet er wel echt heel gaaf uit, dat monster, joh. Ja, ik vind het een heel leuk idee zo. Ik ben echt bedankt voor het kijken naar deze video. Voor een leuke video. Vergeet niet een groen duim te geven. Ik bedank natuurlijk ook Jeffrey en Pieter voor het meedoen. En tot de volgende keer. Doei doeg!